Goedenavond, dit is Kies 2007. Als gast heb ik Pieter de Krem, kamerlijsttrekker voor de regio Oost-Vlaanderen. Welkom. Goedenavond. Hoe gaat het? Het gaat goed. Ja? Hoeveel uur heb je geslapen vannacht? Vannacht iets minder dan 7. Ja. Ik zie er misschien uit alsof ik er maar net 4 of zo heb geslapen. Nee, het gaat nog. Hoe is de gemoedstoestand binnen uw partij, de CD&V? Alle polls, alle opiniepeilingen gunnen jullie een fantastische overwinning. Leeft dat ook? Hoe is de gemoedstoestand? Eigenlijk een beetje afwachtend. Ja. Omdat we weten wat er kan gebeuren kort voor verkiezingen. 99 vond die geoliede kip. Ja, ik vraag me nog altijd af wat die heeft rondgelopen. Maar de hele dioxine gebeuren heeft bij ons bijzonder veel sporen nagelaten. En we blijven altijd heel afstandelijk. Mm-hmm. Omdat het er niet op aankomt om de peilingen te winnen, maar wel om de verkiezingen te winnen. En bijvoorbeeld in september waren goede peilingen of minder slechte peilingen in Antwerpen en in Gent. Hebben we toch gezien dat er een groot verschil kan zijn tussen het resultaat van de peilers en het resultaat van de kiezers. Ja, maar is er een vorm van euforie binnen de CD&V? Nee, helemaal niet. Een latente... Nee, eigenlijk, er is een andere stemming in die zin van... We hebben ons best gedaan. We hebben eerst 4 jaar in de oppositie vertoefd. En daar hebben we niet veel van gebakken. En het was eigenlijk daardoor dat we de verkiezingen in 2003 hebben verloren. Maar hier is de partij hervormd. Hebben het kartel gemaakt met de N-VA, Vlaamse verkiezingen, gemeenteraadsverkiezingen goed gescoord. Net 1 belangrijk zwaktepunt, de steden en de stedelijkheid, niet in het minst in Oost-Vlaanderen. Nu verder doen en de vraag stellen aan de mensen, are you better off? Sta je er beter voor dan 4 jaar geleden? En iedereen zegt, die wij ontmoeten, ja, we staan eigenlijk niet beter voor. Zal men daarvoor voor het kartel stemmen? Oh. Dat hoop ik, maar dat weet ik niet. Ja. Bent u iemand die zelf zijn plakaten zet? Ja. Die zelf zijn affiches kleeft? Deze keer wapper ik een beetje. Ja. Ik heb deze keer wat vlaggen gezet. Ja, ik zet die zelf met het campagneteam. Niet allemaal, ik vind dat leuk. Ik ben ook ooit zo begonnen in de christendemocratische CVP als bordenzetter. Voor iemand die nu al lang niet meer in de politiek actief is, namelijk voor Wilfried Martens. Ja, u hebt verder, van ver gekomen, u hebt het ver gebracht eigenlijk. Ik kom al van ver, of dat ik het ver gebracht heb, dat weet ik niet, dat zullen de kiezers uitmaken. Ja. Zeg Pieter, we hebben een kleine enquête gedaan over u, binnen onze bescheiden kieskring, een aantal buren. Ja, en er waren, en vooral bij het vrouwelijk publiek. Uw noemer is nee, vrouwelijk, 7 of 21. Ja. Nee, vrouwelijk publiek tussen 20 en 60. En er zijn 3 omschrijvingen over Pieter de Krem, en je mag er de juiste uithalen. De ene zegt, ja, dat is een latente Don Juan. Kun je daarbij aansluiten? De ander zegt, ja, het is wel een toppoliticus die het beste van zich nog moet laten zien. En een derde statement is, ja, het is toch wel de meest liberale man binnen de CD&V. Bij welke omschrijving voel je je lekker? De tweede, de beste shit u kan. Maar ik weet niet of het in uw representatief staal een meerderheid... Het was 13%, maar toch? Het was 13%, let op, alle begin is moeilijk. Hè, dus, Maar hoe is uw perceptie bij het grote publiek, denk je? Mijn perceptie bij het grote publiek, ik denk dat die geëvolueerd is van iemand die een echte backbencher was. Iemand die durft zeggen waarover het gaat. Iemand die in onmin leeft met de top van zijn partij. Nog altijd? Is dat leefde, zo? Leefde met de top van zijn partij. Die er ook alles aan deed om dat in stand te houden. Wat mij enige sympathie opleverde als een soort underdog. U was een beetje een rebel, dissident binnen de partij. Ja, binnen een christendemocratische partij een rebel. Maar is dat nu opgelost? Ik heb toen altijd, zoals nu altijd gezegd, wat ik vond wat er moest gebeuren. Ik denk dat er zijn natuurlijk een aantal andere zaken gebeurd. De gemeenteraadsverkiezingen waren een schitterend resultaat, weliswaar een gepolariseerde verkiezing. Maar voor u persoonlijk dan, in Alter? Hoe bedoelt u? Wat is opgelost? U was niet graag... U had een beetje problemen binnen de partij. Laten we beginnen bij het begin. Een paar jaar geleden, Pieter de Krem was iemand die zich profileerde, die een beetje te veel profileringsdrang had. Zegden belangrijke mensen binnen de CD&V. Ja, en Pieter de Krem had vooral een oprechte bekommernis in een partij die hij graag zag. Ja. En die velen graag zagen. En die communiceerde te weinig intern en te veel extern. Ja, maar dat is allemaal bla bla bla. Dat is commentatorenpraat. En dat is echt...
dat zijn echt beschavingen van mensen die nog wat in de 20e eeuw leven. Maar hoe is jouw perceptie nu binnen de partij? Ben je graag gezien? Voel je je ongelooflijk goed? Oh, maar ik heb geen enkele ambitie om graag gezien te zijn. Ja, maar je moet toch liefde hebben binnen je eigen partij? Nee, maar dat is het. Heb jij vrienden binnen de eigen partij? Ik probeer nooit te behagen. Ja, maar heb je vrienden binnen de partij? Die jou steunen, die af en toe een keer gsm'en en zeggen: Pieter, je doet het goed, we zien jou graag, we hebben jou graag binnen de CD&V. Ik heb mensen waarmee ik ongelooflijk goed opschiet. En dat zijn heel interessante mensen. Maar binnen de partij, wie? Ja. Wie zie je graag? Ik zie iedereen graag. Iedereen die lid is van onze partij, zie ik graag. En ik zeg tegen iedereen wat ik vind, wat ik moet zeggen. En ik voel me als een vis in het water. En dat ziet iedereen ook. Je komt goed overeen met Herman Van Rompuy, je komt goed overeen met Yves Leterme, je komt goed overeen met Gerrit Van Rompuy, ik zeg maar iets. Ja, en ik ben 4 jaar geleden fractieleider geworden. Er waren een aantal mensen die zeiden van: oei, nu gaan we een beetje op afstand zijn. Wat gaat er gebeuren? Gaat hij zichzelf profileren? Misbruikt hij dat als een soort hefboom om nog meer in het nieuws te komen? En toen heb ik iedereen alle kansen gegeven. En iedereen die nu op het einde van die 4-jarige termijn staat, die zegt: potverdorie, met die fractie hebben we 2 zaken kunnen doen. 1. We hebben het oppositiewerk overgenomen van het Vlaams Belang. Mm-hmm. En iedereen is zichzelf kunnen zijn. En ik was eerlijk gezegd, voor de weinige keer wat het mij gebeurt, een beetje onder de indruk van het feit dat men gezegd heeft: potverdorie, we hebben een goede tijd achter de rug in 4 jaar Kameroppositie. En dat was de enige bedoeling. Je zegt het net, je was de oppositieman. Je hebt je perfect kunnen profileren als oppositieman binnen de fractie van je eigen partij. Je hebt dat ook kunnen waarmaken in de media. Maar ik als televisieconsument, ik wist al meteen, als er iets fout ging met de gevangenis, de verf van de deuren moest er nog maar afschilferen, of de schoenen van de cipiers waren niet helemaal in orde, de media ging ofwel Tony van Parijs voor de camera halen, ofwel Pieter de Krem. Ja, omdat mevrouw Onkelink zei, ik was niet in Dendermonde. En aangezien zij er niet was, moesten ze wel iemand zoeken die toch wel wat terrein kennis had. Maar ben je niet te scherp geweest in jouw oppositievoering? Nee. En ik heb mij soms nog heel vaak ingehouden als Paars nu met een gigantisch probleem zit, namelijk het probleem van het slecht bestuur de voorbije 4 jaar op het vlak van veiligheid, justitie, financiën, samenlevingsproblemen, energie, sociale zekerheid. Dan heeft dat te maken met het feit dat wij keer op keer hebben gezegd: daar en daar gaat het verkeerd en doe een beroep op ons om u te helpen. Is nooit gebeurd. Maar laten we eens even justitie, departement justitie isoleren. Jij had evengoed in opmerkingen of oppositievoering kunnen quoten voor de camera van: kijk, Onkelings, ze heeft pech. Er zijn inderdaad een aantal gevangenen gaan lopen in Dendermonde. Er is inderdaad een overbevolking. Maar ik weet als politicus dat het niet zo snel gaat. Ja, maar daarvoor zijn ze nu 2 keer 4 jaar verantwoordelijk geweest. Eerst heb je minister Verwil gehad, die het had over een veiligheidsplan. Daar is niks van terechtgebracht. Nu heb je mevrouw Onkelings, die zegt: je vais vous rendre la justice, ik zal uw gerechtigheid terugbrengen. Ik stel alleen vast dat de gevangenen ontsnappen, dat het niet voldoende celcapaciteit is. En laat ons eerlijk zijn, er is een gigantisch verschil tussen Vlaanderen en Wallonië in de wijze waarop men een rechtsgevoel zou hebben. Eigenlijk is een verschil tussen de PS en de rest van België. Maar niet alleen mevrouw Onkelings. Mevrouw Van den Bossche, die kent het verschil niet tussen een lening, een voorschot en een gift. Die zegt in het parlement: de stookoliesector gaat betalen voor die petroleumcheck. En wat blijkt, wij betalen allemaal. U betaalt, ik betaal, alle belastingbetalers. Stel u voor dat de socialisten of de liberalen in de oppositie zaten. Dan denk ik toch dat ze hetzelfde zouden gedaan hebben. Moest Onkelings opstappen? Ja. Waarom is ze niet opgestapt? Welk mechanisme zat daarachter? Dat Onkelings niet moest opstappen? Nee, waarom? Omdat binnen de PS was het zo, wanneer mevrouw Onkelings moest opstappen, de PS de regering ging doen vallen en dit het einde was van de regeerperiode Verhofstadt 2. En dus de PS heeft daar de VLD volledig in de tang genomen. Mm-hmm. Zo eenvoudig is dat. Stel u voor dat deze zaken zouden gebeuren en een christendemocraat, het wezen Tony van Parijs, het wezen Herman van Rompuy, het wezen Hugo van den Berg was minister van Justitie. Hoe lang zou hij overleefd hebben? Dendermonde, 48 uur. Lantin, 24 uur. Het is dus een hele grote mate aan selectieve verontwaardiging, maar de mensen hebben het wel door. Uh-huh. Hoe zou u het departement justitie aanpakken? Het departement justitie zou ik aanpakken door eerst een verantwoordelijke rol te geven aan de magistratuur. Er is nu echt een stekelhouding. In dat departement justitie speelt de magistratuur een belangrijke rol. En in de laatste 4 jaar heeft men eigenlijk de magistraten als een soort tegenspeler beschouwd. Ook meneer Landuit in zijn boek Pro Justitia is eigenlijk een boek tegen de magistratuur. 2. Niet samendrukbare straffen. Wanneer je een veroordeling hebt
die bijvoorbeeld 8 of 10 jaar is, dan moet je die ook gaan uitzitten. Maar 3, je moet veel meer werk stoppen in het begeleiden van gevangenen, in de reïntegratie in de wereld. Ooit komt is een einde aan een gevangenisstraf en dat gebeurt echt onvoldoende. En 4, daarvoor moet je natuurlijk je moet bijkomende cel hebben, maar wij willen ook meer elektronisch toezicht. Weet u, mevrouw Kloek was in de tijd... Dat wil Verhofstadt doen, hè? Meer elektronisch... Ja, zeer juist. Zeer juist. Maar er zijn enkelbanden en er zijn schermen. Maar er is geen elektronische transmissie. Dus je hebt nu gevangenen die ervoor in aanmerking komen, die de enkelband krijgen, maar die eigenlijk een beetje zijn als een televisietoestel in de broesje. Er is geen ontvangst. Dit gaat natuurlijk niet, hè. Waarom bent u zo hard? Waarom communiceert u zo hard? Omdat ik zeg, wanneer je het niet kort... Maar jij weet toch ook, als Verhofstadt zegt, we gaan aan dat elektronisch toezicht doen, dat hij ook met die mankementen zal rekening houden? Ja, maar ze leveren niet. They do not deliver. Maar dat is weer oppositietaal. Ja, maar het bewijs is toch wel geleverd. Van de 1500 nieuwe cellen is er geen gekomen. Maar ze komen. Die bestellingen duren, ze moeten nog goedgekeurd worden. De molen van de administratie, weet dat ook. Ja, de molen van de administratie is zoals de molen, zoals de windmolens die op de Thorntonbank moeten komen, hè. Wat ik daarover heb gehoord was, namelijk dat de prijs van de koper in de lucht was gegaan, dat de Thorntonbank te veel wind ving, dat de verbinding met het vasteland moeilijk was. En tot nader orde, tot eergisteren, lagen op de Thorntonbank bij laagwater alleen maar lege mosselschelpen. Is dat een verantwoord beleid? Indien ik als burgemeester, mijn gemeente, waar ik burgemeester mag zijn, zo zou besturen, dan maakt de oppositie iedere dag grote kermis. En met recht en reden, en word ik na 6 jaar buiten gekozen. En zo gaat het niet. Wij zijn voor goed bestuur. En wat is goed bestuur? 1. Je zegt waarover het gaat. Je hebt het over de vogel in de hand en niet de vogels in de lucht. En je hebt het over zaken die je realiseert en die je zegt waarom je ze doet. En je springt goed om met de middelen van de gemeenschap. Daarover gaat het. Maar concreet, en Stefan de Klerk is ook nog minister van Justitie geweest. Hè? Ja. Klopt, hè? Heeft hij zijn verantwoordelijkheid niet opgenomen? Die heeft, na de ontsnapping van de Troes, samen van de Rotte zijn verantwoordelijkheid genomen. En had hij de grendel van de deur opengezet? Nee. Maar hij heeft zijn verantwoordelijkheid genomen. Okay. Maar nu concreet. Johan van der Lanthe heeft zijn verantwoordelijkheid genomen. Maar in de tijd van Stefan de Klerk, wacht even. Mevrouw Onkeling zegt, ik was niet in Dendermonde. Stel u voor dat een christendemocraat minister van Justitie dit zegt. Die gaat zelfs niet naar het parlement voor een vertrouwensstem. Maar goed, in de tijd van Stefan de Klerk wist men ook, voilà, kijk, de cipiers moeten nog een opleiding hebben die wat psychologisch en wat sociaal gewicht in de schaal werpt. Men wist ook dat er nu nog vandaag altijd psychiatrische patiënten in de gevangenis zitten die hier eigenlijk niet thuis horen. Men wist dat ook allemaal. En ook, dat is 10-12 jaar geleden, is er niks aan gebeurd. Maar wat is er ondertussen gebeurd? Er is de verantwoordelijkheid die gegeven is aan de magistratuur. Er zijn de jeugdgevangenissen die er gekomen zijn. Er zijn de protocolakkoorden met de gemeenschappen en de gewesten. De jeugdgevangenissen die aan betere begeleiding doen. En er is de maatregel die gemaakt heeft dat er de Hoge Raad voor de Magistratuur er is. Er zijn zoveel zaken, die maatregelen die genomen zijn. En mevrouw Onkelings heeft die omwille van een ideologische keuze niet uitgevoerd of teruggeschroefd. Met een heel eenvoudige insteek. De Vlamingen zijn groepsegoïsten. En de Franstaligen zijn grootmoedigen. Franstaligen willen niet bestraffen en Vlamingen willen het wel doen. En dit is een politiek breekpunt. Er is een fundamenteel verschil tussen Franstalig België en de Vlamingen, hoe men aan de rechtsbedeling moet gaan doen. En wij vinden dat je mensen moet bestraffen wanneer ze een misdrijf hebben gepleegd, dat ze nadien een kans moeten hebben. Maar in Franstalig België is het totale ingesteldheid, andere ingesteldheid. Oké, even tijd voor een pauze, ontspanning. Je mag een cijfertje kiezen van 1 tot 6. Is dat uw favoriet? Dat is paars, hè? Ja, maar ik zal. Ik kies, maar ik weet wanneer je lokt me uit om voor 3 te kiezen. Dat is uw partij. Je lokt me uit om voor 3 te kiezen en ik zou een combinatie van 3 en 5 kunnen doen. En deel door 5, dus kom je op 4. Ja, leven verlof, dat zeg je. Dan zit ik in een kartelformule, maar ik zal mij zeker de moeilijkste vraag toe-eigenen, namelijk 3. De 3. De korte vragen en uitsluiten met ja en nee antwoorden. Heb ik een joker? Nee. Oké. Maar wel met ja en nee antwoorden. Ja. Koop jij dagelijks De Morgen? Ik lees hem, maar ik koop hem niet. Nee. Hou je van Birgit van Mol? Houden van? Nee. Heb je een cd van Ozak Henry? Ja.
Heb je ooit onveilig gevrijd als CD&V-man? Nee. Is Wilfried Martens de beste? Ja. Als voorzitter van de EVP, ja. Is Arno een mooie man? Nee. Wat doe jij in het huishouden? Ja of nee? Je mag iets... Ik doe ja in het huishouden. Ja, maar doe je iets? Ja, ik heb deze morgen vooraleer ik vertrok de tafel afgeruimd. En gisteravond stond er nog een aangebrand schoteltje. Water ingedaan. Ja, en op zondag koken. Je bent een nieuwe man. Zijn nu krullen naturel? Wat denk je? Ik durf er mij niet over uit te spreken. Denk je? Ik denk ja. Ja! Ja, oké. Zou je in een ander leven ook politicus zijn? In een ander leven? Het leven van zou je hetzelfde leven doen? Identiek? Wellicht wel, ja. Ja? Gebruik je soms Shell om er wat hipper en charismatischer uit te zien? Nee. Nee, nooit? Heb je ooit een jointje gerookt? Nee. In uw tienertijd? Nee. Nee? Geen verboden middelen? Hou je van hip-hop? Ja. Gematigd, ja. Ja. En zit er een James Dean in jou? Ik kan in elk geval de leeftijdscurve van James Dean en zijn dood heb ik al overschreden. Want de man is gestorven in de Nevada-woestijn met zijn pors aan het kruispunt in 1955. In het Frans zeggen ze, mourir jeune et faire un beau cadavre, only the good die young. Voilà. De CD&V pakt uit met een ongelooflijke reeks one-liners. Veiligheid, rechtvaardigheid, zekerheid en een goed bestuur. Mm-hmm. Daarmee score je overal. Hè? En Yves Leterme, jullie frontman, die zegt dat ook in elk interview, telkens als hij een vraag wordt gekregen, ook al gaat het over de voetbal, hij komt ertussen altijd met de woorden zekerheid, veiligheid en veilig bestuur. Maar concreet... Wat is goed bestuur? Concretiseer dat eens. Wat is slecht en goed bestuur? Slecht bestuur staat ten opzichte van goed bestuur. En ik kom geen enkele Vlaamse minister, ook geen VLD- en SPA-minister tegen, die zegt dat in de Vlaamse regering er slecht wordt bestuurd. We besturen goed, hè, mevrouw Moerman. Maar ik denk niet dat het een bedoeling kan zijn van eender welke minister om slecht te besturen. Nee, maar dat staat tegen wat het geen de federale regering heeft gedaan. Het economisch beleid van de regering, ik hoor 200.000 jobs. Dat zijn in het beste geval 160.000. Maar hoeveel jobs zijn er niet verdwenen? Men is kort van geheugen. DHL, de automobielsector. Maar als je eerlijk bent, Pieter, als je eerlijk bent, had de CD&V in de regering gezeten, dan hadden jullie dat ook niet kunnen voorkomen. Wie zegt dat? Ik zeg dat. Maar wie zegt dat wij DHL zouden laten vertrekken en we vanavond hebben? Wie zegt dat? Soms heb je die structuur niet in hand. Soms moet je rekening houden met lobbying en machtsstructuur. Waarom is DHL, en ik wil dat zeggen met de eerste en enige negatieve effecten op de Vlaamse werkgelegenheid in Vlaams-Brabant vertrokken, omdat de eerste minister verdrag niet op tafel heeft geslaan? Wie zegt dat? Dat betwist ik formeel, indien wij in de regering zaten. Durf je dat zeggen? Als jij in de regering zat... Dan was DHL in Brussel gebleven en waren ze niet verhuisd naar Dresden. Met een gigantisch effect op de vestigingsverlies in Vlaams-Brabant. Dat durf ik hier nu zeggen. Trouwens, de eerste minister heeft niet in heel het dossier de waarheid verteld. En dat zal ooit nog wel eens... Wat heeft hij niet verteld? Dat de regering heel goed op de hoogte was, als er geen maatregelen genomen werden, dat DHL er niet zou blijven. Ze wisten het op voorhand. Maar natuurlijk. Ja. En zo zijn er vele maatregelen. Dus goed bestuur versus slecht bestuur. Ik spreek niet meer over Onkelings. Ik spreek niet meer over mevrouw Onkelings. Ik stel alleen vast dat men zegt in de tijd, de volgende regering moet vanaf 11 juni 3,4 miljard euro besparen. Voor de tweede helft van dit jaar. Nu hoor ik minister Van Lanotte die zegt, de rekeningen klopt. We boeken overschotten. Het zilverfonds is gevoed. Dit is natuurlijk niet waar. En dan zeg ik dat goed bestuur is recht op doel afgaan. Zeggen waarover het gaat. Geen gebouwen verkopen om ze nadien weer in te huren. En eigenlijk om het gat in de kast te dichten. Maar om te zeggen, ja, bon, we hebben een probleem. Ja. Goed bestuur is zeggen waarover het gaat. Maar ook met het geld zorgvuldig omgaan. Dit is in het geval van de Stokolischek niet gebeurd. Goed bestuur is ook zeggen, beter één maatregel die we nemen, dan 10 maatregelen aankondigen. Kernenergie. Ik kijk in de studio. Indien we paars volgen, rood en blauw volgen, dan denk ik dat we bij kaarslicht vanaf 2015 deze studio zullen... Zou ook berichten. Gezellig zijn, hè? Zou heel gezellig zijn. Helaas zal dat zijn. Dit is
zoals tussen 1944 en 1965. Dit zijn de uitzendingen van de NIR. U ontvangt radio en studio Arlo. Nee, op de radio. En dan staan uw medewerkers te trappen op de dynamo om eventueel het signaal door te... Schoen voor de conditie? Nee. Schoen voor het algemeen? Ja, maar wel iets anders. Men moet durven zeggen, wanneer men de kerncentrale sluit in 2015, dat de prijs voor de particuliere gebruiker, Johan van der Lanotte, luister goed, arbeider en bediende, zal vervijfvoudigen. Dat de industrie haar rekening in een tijd waarin steeds meer energie zal nodig zijn, zal zien vertienvoudigen. Onze industrie staat zoal onder druk. Wat voor stomme tijd is dit om de kerncentrales te sluiten zonder een vervangenergie? Ja, dit is uitgesloten. Straks... En we gaan toch nooit kernenergie kopen in Borselen, in Show of in Gravelien, die door kerncentrales is gemaakt. Ja. Daaraan doen we niet mee. Heel duidelijke boodschap. Bij ons blijven de kerncentrales open. Maar wat als jullie... Gisteren heb ik de VLD gehoord. Ja. En voor de VLD blijven ze ook open. En voor de socialisten blijven ze toe tot de avond van de verkiezingen. Om wat groene kiezers binnen te houden. Want anders zal de stroom misschien niet meer door stopcontact komen, maar de stroom zal wel in de straten zitten. Want de mensen zullen betogen en eisen dat ze elektriciteit aan betaalbare prijzen hebben. Maar wat ga dat je is doen? Goed bestuur. Ja. Maar wat ga je doen als jij een coalitie moet vormen met SPA? Met SPA? Of met de socialisten algemeen? Kan Onkelings nog op een ministerschap rekenen? Voor u nu? Ja, maar kijk. Ja, maar concreet. Gaat de CD&V in de regering stappen als de PS zegt Onkelings moet een post krijgen? Weet je welke de meest waarschijnlijke coalitie is? Die van socialisten, liberalen, versterkt met de groenen. Want het cement dat hen bindt, is zoveel groter dan die christendemocraten die ze moeten bijnemen. Om één reden, de eerste reden. Er moet een agenda staatshervorming komen. Dus alle veel woorden moeten gesplitst worden. Heel de problematiek en de agenda van het overheven van de bevoegdheden op de arbeidsmarkt moet onmiddellijk geregeld worden en de financieringswet moet herbekeken worden. Welke middelen gaan er naar de regio's en welke middelen naar de federale staat? Zij willen daar gewoon niet over spreken. Dus ze zijn echt, men is echt klaar om een coalitie, zoals die nu is, voor te zetten, eventueel uitgebreid met de groenen. Maar denk je dat men daar al stiekem over aan het praten maar is, ja, en onderhandelen? Men is daar nu al mee bezig, een paar dagen voor de verkiezing. Maar natuurlijk, in de politiek heb je twee zaken, de macht van dus het eigenlijk getal. Zeg jij nu, Pieter, ja, de CD&V, de ChristenDemocraten, die gaan er niet bij zijn straks in de volgende regering. Tenzij, mensen vinden dat Paars slecht bestuurd heeft, voor hen een slecht beleid heeft gevoerd. Ik las deze morgen in de krant, amper 15% van mensen die deelnamen aan een enquête geloofden dat de belastingen verminderd waren. Als men bijvoorbeeld, als VLD-kiezers vinden dat ze bedrogen zijn en een alternatief willen, dan kunnen ze voor een alternatief stemmen. Het is de kartellijst van CD&V en N-VA. Er kan alleen een ander beleid komen wanneer men Paars, socialisten in kluis, afstraft. Maar stel dat de CD&V, de ChristenDemocraten, in de regering komen, krijgt een Onkelings nog een post in de regering, ja of nee? Laat ons eerlijk zijn. Want jullie waren staalhard tegen haar, hè? Over haar beleid. Terecht, maar ook ten opzichte van Flauwo, ten opzichte van mevrouw Van den Bossen, ten opzichte van meneer Verwilgen. Dus die vier mensen kunnen niet meer bij? Nee, maar wij... Die zijn gebuist. Ja, maar wees concreet. Flauwo, ja of nee, nog minister in een regering met de CD&V? Maar mag ik mijn redenering afmaken? Ja? Het is niet de CD&V die beslist over ministers van de SPA. Het is niet de SPA die beslist over ministers van de PS of de MR, over ministers van de VLD. Maar je hebt toch een zeggenschap? Nee, helemaal je hebt toch een communicatie helemaal van, kijk, wij vonden, als u nu zegt, wij vonden Onkelings beneden alle pijl, dit hoort gewoon niet voor de geloofwaardigheid van de regering. Zolang mevrouw Onkelings het vertrouwen geniet van haar partijvoorzitter, zal ze blijven. En van de leiding van haar partij zal ze voorzitter, zal ze kandidaat. Maar is dat een breekpunt? Zou dat een breekpunt kunnen zijn dat de CD&V zich terugtrekt als een bepaalde politieke partij in een coalitie maar ik denk fenomenen in de regering wil? Ik denk dat de andere partijen ongetwijfeld ten opzichte van een aantal mensen die wij kunnen voorstellen ook breekpunten hebben. Ja. Zo gaat het niet in onze traditie, maar mevrouw Onkelings, die na al die jaren nog eens terugkomt en een ander departement zou nemen dan dat nadat ze het departement van justitie in volle ontbinding heeft achtergelaten, dat zou pas onaanvaardbaar zijn. Ja. En als ze het zo goed gedaan heeft op justitie, en als ik naar Edo Di Rupo luister, die zegt dat er nog zoveel moet gebeuren op justitie,
moet ze daarom misschien nog wel eens justitie, als ze in de coalitie is, op zich nemen. Hè? Oppositie moet natuurlijk oppositie voeren, maar ik vraag nu aan u, als oppositieman, wat heeft Paars goed gedaan? Hè? U bent een man van de verdraagzaamheid en van de vrede, dat zijn de katholieke waarden. De meer dan 100.000 jobs van Verhofstadt, heel kort antwoorden. Is dat een positief punt? Ieder job die erbij komt is een positief punt. Kunt u dat waarderen in een man als Guy Verhofstadt, die zei op voorhand, ik ga voor de 200, I have a dream. Kunt u dat waarderen? Kunt u iets positiefs vertellen over de huidige premier nog? Oh, maar er zijn twee zaken die gebeurd zijn in de voorbije regering. Maar is het over de jobs? Ja, de jobs die zijn er niet. Hè. Dus het planbureau zei onder 60.000. Ja, maar goed, maar er zijn geen jobs in de privésector. We gaan nu niet dialogeren over 20 of 40. Stel nu 160. Bent u daar tevreden mee? Ja, maar ze zijn er niet. Dus ik ben ontevreden. Er zijn toch 160.000 jobs? Maar nee, helemaal niet. Die zijn er helemaal niet. Er zijn in de privésector 40.000 dus jobs. Dus alle kranten liggen? Alle onderzoekbureaus die lullen uit hun nek? Nee, het is alleen nog de communiqués die komen uit de wetstaat 16 die dat zeggen. Maar iedereen is ondertussen achtergekomen dat het niet het geval is. Hoeveel jobs zijn erbij gecreëerd? In de privésector 40.000, bij de overheden 20.000. En voor de rest heeft men een aantal zwarte jobs grijs gemaakt en een aantal grijze jobs zwart via het systeem van de dienstencheck. Hoe waardevol ook. Het planbureau zegt in 2003, wanneer er niets gebeurt, komen er 180.000 jobs bij. Er zijn er 160.000 bijgekomen met heel veel maatregelen. Ieder job die erbij komt, is voor ons één job gewonnen. Wij zouden veel meer gedaan hebben op het vlak van tewerkstelling en werkgelegenheid. Is de toekomst niet voorbereid? Wat heeft de regering goed gedaan? Notionele interest, technische zaak, maar belangrijk voor het kapitaal van bedrijven in Vlaanderen. Goede maatregelen, het was eigenlijk een CD&V-voorstel. Twee, van de investeringsaftrek. Ons land is internationaal, na de verschrikkelijke gebeurtenissen met Michel en Flahaut, opnieuw een aanspreekbare, kleine en betrouwbare partner geworden. Belangrijk voor een klein land. Belangrijk aandeel ook van Karel de Gucht, overal geprezen voor zijn ministerschap van Buitenlandse Zaken. Vindt u dat ook? Als CD&V-man? Karel de Gucht heeft goed werk geleverd? Karel de Gucht heeft het als minister van Buitenlandse Zaken goed gedaan. Hoeveel krijgt hij op 10? Maar het was natuurlijk ook niet moeilijk. Ja, maar hoeveel krijgt hij op 10? Hij is geslaagd. 6. Hij is geslaagd, mag over naar naar een volgende leerjaar. U zou hem tenzij natuurlijk de richting wordt opgeheven. Goed. De richting niet meer opstaat. Een ander punt waarmee Paars uitpakt, dat is de ethische dossiers. Vindt u dat positief? Homo-huwelijk, homo-adoptie, euthanasiewetgeving. Vindt u dat creatief, positief? Is dat goed beleid? Dit is de agenda van de regering Verhofstadt 1 geweest. Uh-huh. Ja, maar we praten over 8 jaar Paars. Maar 8 jaar Paars. Dat is de agenda van de regering Verhofstadt 1 geweest. Er zijn een aantal zaken die wij gesteund hebben. Dat wil ik toch wel hier vandaag benadrukken. Wij waren voor het huwelijk tussen partners van hetzelfde geslacht. We hebben daar in de Kamer ook voor gestemd. Uh-huh. In tegenstelling tot wat een aantal andere mensen die ons in een bepaalde hoek willen drukken, altijd blijven herhalen. Wij vinden dat de euthanasiewetgeving onvoldoende gestructureerd was, omdat er te weinig aandacht was voor palliatieve zorgen. Professor Distelmans geeft ons nu gelijk. Hij zegt, de wet is in één richting gegaan. Het palliatieve deel, wanneer het lijden ondraaglijk wordt en geen enkele behandeling nog soelaas kan bieden, moet meer in palliatie investeren. Het is belangrijk voor ons, want in dit dossier wil ik geen gelijk krijgen, maar wel dat we toch een aantal belangrijke insteken hebben gemaakt. Wij zijn tegen de adoptie door holubies, omdat we vinden dat het recht van de kinderen, van het kind, te weinig naar voren is gebracht in dat dossier. Dus bent daar tegen? Wij zijn er tegen. Gaat u dan zover dat u in de nieuwe regering daar afstand wil van nemen, van die homo-adoptiewet? Ja of nee? Nee, we hebben gezegd, er is een verworvenheid. En om de heel eenvoudige reden dat met welke partners ook, Paars, wanneer ze opnieuw aan het beleid komen, eventueel versterkt door hun, komen er niet op terug. En ik denk dat wij niet voldoende zullen wegen in een andere coalitie om die wetgeving terug te schroeven. Ja. Met betrekking tot de holibi-adoptie. Nogmaals, euthanasie voor verbetering vatbaar vanuit het standpunt van de leidende mens. Het huwelijk tussen partners van hetzelfde geslacht waren we drijvende kracht en hebben het voorstel mee goedgekeurd. Holibi-adoptie waren we tegen. Conclusie, de ethische dossiers van Paars, analyse, quotering. Niet de onze. En ik weet niet of de... Een goed punt voor Paars, dat men dat in beweging heeft gezet. Men heeft dat in beweging gezet, maar als ik de opiniepeilingen moet geloven, kan die agenda de kiezers geen barst schelen.
En zegt men heeft paars slecht bestuurd. Dus als men gedacht heeft van na 99 met een ethische agenda een nieuw Vlaanderen of een nieuw België te maken, dan zal men op 10 juni s'avonds zien dat dat niet de inzet was van hetgeen men verwachtte van de coalitie van socialisten en liberalen. Dat gaan we zien. Nog een punt waar paars mee uitpakt, wat ze heel positief vinden. Economische groei, 3%. Wat vindt u als CD&V-mandataris? Ja, maar de economie... Je kunt dat niet negatief vinden, hè? Ja, maar de economische groei die staat niet in het staatsblad en komt niet via een communiqué uit de wetstaat 16. De economische groei in een land zoals de onze komt via de internationale economische markt in een klein land dat hyperdependent is, hyperafhankelijk is van de andere markten. Economische groei zeer goed. Ik spring een gat door uw studio. Alleen is die economische groei niet omgezet in jobs. En heeft de lastenverlaging niet geleid tot hetgeen wat ze moest doen. Dus het economische bilan van deze regering is ronduit slecht. En ik daag nogmaals de regering uit om te zeggen hoeveel jobs er verdwenen zijn. Dus ik denk hoeveel dat jobs zijn er verdwenen volgens u? Er zijn in België in de regeerperiode van Verhofstadt 2 70.000 netto jobs verloren gegaan. Dus wat dat betreft, wat de jobcreatie betreft, verdienstelijk, maar zeer onvoldoende. Had de CD&V dat verlies van 70.000 jobs kunnen inperken? Maar ik zeg het u nogmaals. Dat is toch eigen aan deze tijd? Nee, omdat de toekomst niet is voorbereid. Men heeft zich bezig gehouden... Nee, maar gaan jullie de toekomst voorbereiden dan? Ja, je kunt toch onmogelijk de toekomst 30, 40 jaar op voorhand uit... Nee, maar dat moet de regering wel doen. Dat moet de regering wel doen, hè. Deze regering heeft op korte termijn gedacht. Elke regering? Nee. De voorbije 50 jaar? De CD&V-hegemonie, 50 jaar, dat was ook korte termijn, is de toekomst niet voorbereid? Is er geen volksverheffing geweest? Hebben de mensen het niet allemaal beter gehad? Als we kijken waar onze grootouders vandaan komen... Hoe ze iedereen in Europa, hè? Iedereen... Ja, maar de Christen-Democraten hebben er wel een belangrijke rol in gespeeld. Hè? We waren geen splinterpartij. Zoals de communisten, we hebben niet onze verantwoordelijkheid opgenomen met als resultaat dat we, en die dag ging ooit komen, in de oppositie zijn gevlogen. We hebben onze verantwoordelijkheid opgenomen. Is in de laatste 4 jaar van paars de toekomst voorbereid? Dan zeg ik heel duidelijk nee. Nog op het maatschappelijk vlak... De tensies, de spanningen zijn nog nooit zo groot geweest. Leven we nu in een goede maatschappij, in een bevrijde maatschappij? Paars had een agenda op het vlak van de levensbeschouwelijkheid. Mensen zeggen, er moeten meer rechten zijn en minder plichten. We willen normen en waarden. Het bilan van paars is negatief op dat vlak. Maar welke visie hebt u dan in de toekomst? Wat wil u uittekenen? Wij willen een visie van goed en verantwoordelijk bestuur. Maar wat is waarin er twee belangrijke zaken zijn. Ja. België is een klein land en de internationalisering speelt in ons voordeel. We hebben een troef, we hebben de internationale instellingen in ons land. We moeten onze arbeidsmarkt en onze economische weefsel daarop voorbereiden. We moeten met meer mensen aan het werken, we zullen langer moeten werken. Willen we de welvaart van diegenen die werken blijven garanderen, maar ook de betaalbaarheid van onze pensioenen. En drie, moeten we ervan uitgaan dat we met een stuk internationalisering te maken gaan hebben, die niet mag leiden tot het feit dat de besten ons land verlaten en dat diegenen die erin komen niet behoren tot diegenen die we eigenlijk hebben zien verloren gaan. Weet u dat per jaar 40.000 Belgen, landgenoten, het land verlaten, dat 80% daarvan in de Verenigde Staten gaat wonen en dat het onze best opgeleide zijn en onze knapste mensen. Dat vind ik echt wel een gigantisch probleem. Maar je kunt toch niet iemand tegen zijn zin in het land houden? Je kunt ze wel houden. Die persoon die kan een lief vinden in Amerika, die kan een betere wedde vinden in Amerika, die kan een andere leefwereld, een ander klimaat vinden, die kan geprikkeld worden. Maar waarom komt het? Waarom komt het? En ik denk dat het emotionele gebeuren van het interessante lief, met het lief raakt het ook wel eens af, dan vind je erover gaan. Maar het gaat wel over het feit dat er landen zijn en regio's in de wereld waar men zich beter kan ontplooien. Waarin men opgeleid is, beter kan functioneren, gewaardeerd wordt voor zijn werk. En dat is iets wat eigenlijk de meest fundamentele uitdaging is voor de Christen-Democraten, dat werken weer loont, dat men loon naar werken krijgt en dat men een maatschappij heeft waar rechten en plichten in een nieuw evenwicht komen. En onder paars wat ons eigenlijk ging bevrijden van een soort middeleeuwsjuk met Christen-Democraten, is dat totaal in elkaar gestort en mensen... We zuchten nu naar een maatschappij die echt opnieuw op normen en waarden gebaseerd is en waarbij iedereen... Maar welke normen en waarden zijn we verloren? Respect voor het gezin. Hebben we dat niet? Ik denk dat een Vlaming in zijn ziel, zijn hartslag, respect voor het gezin. Samenleven. Wacht even. Respect voor het gezin. Waarom zegt u, paars heeft dat verloren?
Ja, omdat zij ervan uitgegaan zijn dat eigenlijk het gezin een soort archaïsch gebeuren was. Dat is de hoeksteen van de maatschappij. Ja, maar hoor, voor jullie ook. Ik hoor het u maar graag ook zeggen. Maar ook voor iedereen. Maar het gaat waar mensen samenleven, verantwoordelijkheid nemen voor elkaar. Dat groepsgevoel is wanneer alles weggevallen maar is... Maar meent u dat nu? Maar er is geen gezinsvriendelijke politiek gevoerd door deze regering. Men heeft een individualistische politiek gevoerd. De gezinsfiscaliteit, die is er fundamenteel niet op verbeterd. De voordelen die samenwerkende partners hebben om hun kinderen op te voeden, die is er niet op verbeterd. De regelingen voor loopbaanonderbreking, die zijn er niet op verbeterd. Ze zijn ermee bezig. Ze zijn ermee bezig. Indien ik hier zat als een partij, als verantwoordelijke van een partij... Maar Verhofstadt is ook eerlijk, hij zegt, het kan nog beter. Dus hij weet dat ook. Dat is het meest fundamentele... Nee, maar wat jij ook zegt, hij weet dat ook. Maar jij weet ook hoe traag de politiek is. Nee, na 8 jaar paars, waarin de eerste minister zei, zie... Ik maak alles nieuw, hoor ik in debatten, er moet een tandje bijgestoken worden. Ja, maar je moet dromen hebben. En jij weet als politicus, door de wol geverfde politicus, weet jij ook dat politiek vertraagt en soms log is. Dat je alle partijen, alle neuzen in dezelfde richting. Dat is moeilijk, geef dat toe, dat dat moeilijk is. De dromen van paars-groen en van paars... Ja, maar stop nu eens met de hakken op paars-groen. Geef nu eens toe dat politiek... De meeste dromen zijn bedrog. Rood vind ik mooier. Rood, nee. Maar goed, ja, Pieter, geef nu eens toe... de kleur van jouw lippen. Ja, geef nu eens toe dat politiek bedrijven eigenlijk het maar het politiek meest... is moed. Politiek maar is moed. Ook en moeilijk. Nee, politiek is moed. En de laatste regering heeft geen moed gehad. Ik herhaal nogmaals het dossier DHL. Het migrantenstemrecht. Patrick de Waal zegt op het VLD-congres, zoals George Bush vader, kijk naar mijn lippen, met de VLD in de regering komt er geen migrantenstemrecht. De VLD kunt met evenveel gemak het migrantenstemrecht doen. Met de VLD maar komt er... Komt je zit in coalitie. Ja, dan moet je maar de regering laten vallen. Ja, maar dat is politiek. Maar daar gaat de politiek aan kapot. Jullie zouden bij ons de regering laten vallen. En wat heb je dan nog aan geloofwaardigheid? Over Europa komt een referendum. Er komt over Europa geen referendum, omdat Elio Di Rupo zegt, stop, geen referendum. Rekening houden met de andere gezichten binnen de coalitie. In elk geval... Je kunt toch niet voor jezelf gaan? Je moet toch rekening houden? Nee, je moet in de politiek zeggen wat je doet. Je moet jezelf laten afwegen op de opties die je hebt genomen. En dat heeft de VLD niet gedaan en de SPA ook niet. U weet ook, en u maakt een punt ergens, maar u weet ook, als u in een coalitie zit, gaat u ook water in de wijn moeten doen. En nu hebt u programmapunten waarvan u nu al weet, we gaan ze niet allemaal kunnen doordrijven. Onze potentiële kiezers die gaan wel denken van, we gaan daar allemaal voor. Maar over een paar maanden gaan wij moeten vertellen aan onze potentiële kiezers. Wij gaan het niet allemaal kunnen doordrukken. Dat is toch politiek? Eén belangrijke zaak. Ja, maar nee, antwoord is op mijn vraag. Dat is politiek. Eén belangrijke zaak. Antwoord is op mijn vraag. The proof of the pudding is in the eating. De lakmoesproef. Ja, de lakmoesproef. Christen-Democraten, Vlaamse Christen-Democraten, gaan niet in een regering wanneer de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde in het regeerakkoord niet is gesplitst. Ja, wacht even, in het regeerakkoord zetten en uitvoeren is twee. Ja, dus een eerste minister krijgt van ons niet het vertrouwen in het parlement en een deelname aan een regering geraakt niet door een congres. Dus prioriteit wanneer Brussel-Halle-Vilvoorde, dat is een absolute prioriteit, dat hebben we gezegd. En we zijn, eerlijk gezegd, in 2004... is het regeerakkoord niet uitgevoerd, het Vlaamse regeerakkoord. En er komt geen tweede keer. En dat kan als engagement tellen, denk ik. Oké, we gaan even pauzeren. Je bent in de mood. Cijfertje kiezen. We gaan een lichtje veranderen. 5. En geel staat voor... U lief, hè? Geel staat eigenlijk... De N-VA? Ik was een grote voorstander van het kartel met de N-VA. Ja. Nog meer om operationele redenen. Was u op de hoogte trouwens van de dekker? Op het moment dat dit ging gebeuren, ja. Voordat het aan de pers kwam, de fameuze woensdag in de vooravond. Mocht u een vrouw zijn, zou u kunnen verliefd worden op Bart De Wever? Mocht ik... Maar ik ben geen vrouw, dat is... ik heb met Bart De Wever een goede verhouding. Wij kunnen intellectueel... De waarheid. Het is de waarheid. De ronde van de waarheid. Wie is de minst leuke politicus? Je gaat ervan uit dat politici leuk moeten zijn. Dat vind ik ook al zoiets... Ja, geestig in de omgang. Niet te gecrispeerd, niet te saai. Allee. Ze kennen de wereld. Ze drinken al eens een glas. Wie is de meest grijze politicus, zal het zo zeggen?
Ik ben die eigenlijk nog niet tegengekomen. Nee. Ik mijt die waarschijnlijk. Maar de meest grijze politicus, iemand waarvan je zegt... Die zou ik nu echt nooit opbellen als ik niemand vind om een pint mee te drinken. Ik drink ze liever zelf en doe mijn ijskast open. Voilà. Maar je dus echt, je kan niet lachen. Het gaat enkel over het werk. Hij is zo'n workaholic, met zijn dossiers bezig, dat hij het niet kan loslaten. Ik ken die niet. Ze zitten niet binnen uw partij. Nee, ik sluit me dan ook gewoon... Goed, maar. Ben je ijdel? Carly Simon, you're so vain. Ben ik ijdel, nee? Nee. You think the song is about us. Ik denk dat jij meer ijdel bent dan mij, want jij maakt een uitzending, je wilt een goede uitzending, je hebt ambitie. Maar jij scheert je, ik niet, dus het is 1-1 wat dat betreft. Goed, andere vraag. Soms twee keer, dat moet ook, hè. Wat is uw grootste angst in de samenleving? Mijn grootste angst in de samenleving is dat migratie en illegaliteit zo'n druk wordt dat we naar een totale gespleten maatschappij gaan. En dat is mijn grootste vrees. Ja. Wat is jouw grootste handicap, persoonlijk? Dat ik veel te vlug aan veel mensen vertrouwen geef. Ja. Zit er een premier in jou? Een premier? Zit er een eerste minister in jou? Klopt het hart voor het premierschap? Zou je het graag doen? Ik heb veel eerste ministers van heel dichtbij gekend. Ja? Je moet er veel voor doen, dat weten we, maar to the point. Zou je het graag doen? Never say never. Heb je overal spaarlampen thuis? Nee. Hoe heten de drie meisjes van K3? Karen, Christel en... Karen, Christel en... Mijn dochters kan kwijt. Je hebt je 2/3 meerderheid al, dus... Ja. En de derde was? Karen, Christel en... Ik weet het niet. Kathleen! Ja! Wie zou je willen zijn? Historisch figuur. Wie had je willen zijn? Dan komt tot de tweede vraag. Zit er een Marcus Antonius in jou? Marcus Antonius, nee, geen George Washington. Hij is niet... Ik heb met veel interesse de biografie van Theo Lefèvre gelezen. Vond ik een boeiende man, maar had ook een aantal... ik heb veel interesse in de figuur van Charles de Gaulle. Serieus? Het militair pak? Ja, nee, de man had ooit 3% bij de parlementsverkiezingen en werd 6 maanden nadien gevraagd om president. Ja. Was hij corrupt? Hij was incorruptible. Voilà. Wie speelt Martine Jonker in Familie? Goh, ik heb met Martine al zo dikwijls in de quizje gezeten. Allee, je mag kiezen. Bernadette, Marie-Rose of Germaine? Marie-Rose. Goed. Hoeveel verdien je per maand? Per maand... ik denk dat ik 2... per maand, ik moet eventjes denken, hè. Hoeveel verdien ik per maand? Ik denk dat ik 3.640 euro verdien per maand. Wat doe je als je vrouw op Johan van Lanotte stemt? Return to sender. Maar ik ken ze zo goed, dat zou ze nooit doen. Nee. Zou je een illegale vrouw 1 nacht laten overnachten bij jou thuis? Ik zou haar goede raad geven, ik zou haar zeker iets eten geven, vragen waar ze komt. En ik zou dan ze begeleiden naar de diensten die zich daarmee bezighouden. Goed, oké. Zeg, de laatste maanden ben je rustiger, minder profileringsdrang. En ik denk dan, ja, dat is een strategie, een tactiek, want Pieter de Krem, ja, die maakt zich op om eindelijk eens, wat hij nog niet heeft gedaan, een departement te leiden als minister. Je bent je aan het voorbereiden. Helemaal niet. Je bent wat diplomatischer ook in je uitlatingen naar andere partijen. Het is minder scherp, het is even scherp, maar mooier gebracht. Ja, maar het is eigenlijk heel erg aardig, omdat wij in België leven in een coalitiesysteem, geen tweepartijensysteem. En scherpte in oppositie is iets wat men hier niet gewoon was. Toen zijn we inderdaad over Louis Tabak die jaren geleden zei, de CD&V... is een kwal, een weekdier. Wilfried Martens was Caligula. Ik heb het nooit zo ver gebracht. Zelfs in geen tiende deel was de consul die... De keizer die zijn paard als consul benoemde. Maar goed, Karel van Miert in de... Guy Verhofstadt heeft zijn politieke carrière gemaakt in de oppositie. Maar je zegt het zelf, jij maakt ook je politieke carrière. Je wint aan geloofwaardigheid, credibiliteit. Je moet enorm veel dossiers. Allee, je hebt je bagage, koffer kunnen vullen...
Maak je je klaar? Stom je je klaar? Stomt de partij jou klaar? Zou je nee zeggen tegen de ministerschap? Het is niet mijn eerste... Het is niet mijn eerste ambitie. Ja, maar waarom zit je in de politiek om dingen te veranderen? Ik zit in de politiek om met de Christen-Democraten een maatschappijvisie uit te bouwen. Ja, maar en ik zit, die maatschappijvisie heb je. Dat wil je toch concretiseren als minister? Perfect, ik zit op een perfect... Op een perfecte hefboom om dat mogelijk te maken nu, in de oppositie. De vraag is in welke mate, wanneer je bestuursverantwoordelijkheid als minister, je eigenlijk niet mee aan een voortdurende afronding van die boodschap moet doen en je eigenlijk maar op een gegeven moment in tijd akkoord kunt stellen met een aantal zijdelingse realisaties. Ik ben meer iemand die een lijn wil uitzetten en die daarvoor mensen wil motiveren en ik geloof in een partijwerking, mensen motiveren. Ja, maar dat is allemaal mooi, Pieter, dat is allemaal mooi voor een interview in een vrouwenblad of in de zevende dag. Ik vraag nu op de man af, jij bedrijft politiek, jij wil dingen veranderen. Hoe kun je het beter uitvoeren? Maar stel je voor dat we met Christen-Democraten in de regering gaan en je wordt minister, ik weet niet van wat. Landsverdediging, hè? Ja, dat zou je graag doen, hè? Nee, we hebben een slechte minister van Landsverdediging. Jawel. Ik ben een antimilitarist. Ik heb mijn legerdienst niet gedaan. Ik stel alleen vast dat de regering de mond vol heeft over Europese verdediging. Dat ze de daad niet bij het woord voert, niet investeert, een slechte personeelsproblematiek heeft. Als we zo verder doen, het ministerie van Landsverdediging beter een onderdeel van ontwikkelingssamenwerking. Maar zou je minister van Landsverdediging worden? Oh, maar dat is niet mijn eerste droom. Nee. Wat vond je er trouwens van dat Verhofstadt nee zei tegen de oorlog in Irak? Dat is dan toch een goed punt van paars. Wij waren er ook tegen. Ja. Maar we hebben alleen gezegd dat de Amerikanen Irak zijn binnengetrokken, omdat onder andere de Europese Unie, ook tijdens het Belgische voorzitterschap, te weinig op de internationale besluitvorming heeft gewogen en daardoor geen tweede resolutie heeft laten stemmen. Ja. Ik wou nog even praten met jou over de visie van de CD&V in zaken milieu. Ja. Hou jij je hart een beetje vast? Milieu, vervuiling, gezondheid. Weet u wie de eerste minister van Milieu ooit was? In welk jaar? Nee, maar wie was de eerste minister van Milieu ooit? Van de CVP dus. Nee, maar wie was de eerste minister ooit? Ik weet het niet. Luc Doren. Weet je in welk jaar? Dat was in de jaren 70. In 1972. De man met het zwarte haar, lang gezicht. Luc Doren, 1972. Mm-hmm. Het beste bewijs dat we met de Christen-Democraten altijd een bijzonder grote overslag naar het milieudossier... Maar goed, wat is jullie visie op milieu nu? Want Luc Doren was misschien de eerste in zaken milieu, maar veel visie zat er ook niet achter. Kent u de eerste burgemeester in het land die de bevoegdheid Kyoto onder in zijn pakket? Het zou waarschijnlijk weer een CVP of een CD&V-mandataris zijn. Wie zou het zijn? Pieter de Krem. Pieter de Krem, zeer juist. Wij zijn meer dan wie ook bezig met het milieu. Het is een beetje... Maar goed, wat gaat de CD&V concreet ondernemen? Ja, ik zeg u... Ik ga een aantal gegevens geven. Wetenschappelijke studies zijn ter inzage. België heeft het vuilste oppervlaktewater van heel de wereld. Straf hen naar de groenen in de regering. België heeft een probleem met het aantal minste bomen per vierkante kilometer. We hebben de slechtste lucht. Hè? Absoluut. Op de top 150, 157. Ik ken de analyse. Dus we zitten niet... En er gebeurt niks. Maar dat zijn cijfers die al 30 jaar... We zitten echt wat dat betreft ook in een politieke klimaatwijziging. Dus ofwel doen we nu substantieel iets, ofwel doen we nu niets. Wat wil de CD&V doen? Wat is de visie van de CD&V? Heel concreet, het wagenpark in mijn gemeente wordt volledig van de hand gedaan en wordt vervangen door een bijzonder duur en een Kyoto-vriendelijk wagenpark. Belangrijke uitdaging, meer kost voor het gemeentebestuur, 200%. Hoe ga je een mentaliteitsverandering creëren bij de bevolking? De openbare besturen moeten een voortrekkersrol spelen. Wat ga je doen? Enerzijds, je gaat subsidiëren, aanmoedigen, belastingsvoordelen, zonneboilers, wat men doet. Wacht even. Zonnepanelen. Warmtepomp. Wacht even. Punt 1, zonnepanelen. Ja. Ben je voor zonnepanelen? Ik ben voor zonnepanelen. Pieter, ik zeg de parkeermeters bij ons in Aalten draaien al 10 jaar op lichtenergie. Ik ben tegen zonnepanelen. Oké, je bent er tegen. Wacht, ik ga zeggen waarom. Ja. Weet u, zijn zonnepanelen afbreekbaar?
Ja, maar je hebt de... Ik bedoel, ja, maar de hele klus zonnepanelen van zonnepanelen zijn niet maar, afbreekbaar en zitten vol kwik. Okay, ja, maar nee. Men zegt maar, dat maar, nooit. Ja, maar laat ons dan op de volgende generatie gaan. Je hebt de lichtfolies. Ja, men zegt dat ja, nooit. Maar, je hebt de lichtfolies die over de glazen gaan, worden nu door minister Peters gesubsidieerd. Ik ken niet alle details van de afbreekbaarheid of wat weet ik. Niet afbreekbaar. Premies voor glas dat dubbel of trippel isolerend is. De warmtepompen die worden aangemoedigd. De problematiek van de schone wagens. Maar... Het probleem zal niet alleen opgelost worden door Vlaanderen of door België, maar op internationaal vlak. Het heeft geen zin dat wij in Europa en met de westerse wereld ons inspannen als we in het Verre Oosten, waar je uit de voegen barstende economieën hebt, Singapore, de Zuidoost-Azië en China, wanneer men daar niet onmiddellijk ook gaat zeggen dat je in de productieprocessen moet gaan ingrijpen. Maar dat zal lang duren, dat zal lang duren. Ja, lang duren. Dat zal heel lang duren. Ja, maar wij ik vind dat je verantwoordelijkheid termijn. Moet pakken naar de bevolking, goed. Europa, en begin dan als Europees instituut iets te doen. Minder uitlaat van Europees instituut. Ik ben een voorstander van kernenergie. Hè. Ik ben een voorstander om al onze steenkoolcentrales en onze fuelcentrales om die te sluiten. Want het zijn deze die de grootste uitstoot veroorzaken. Ik ben natuurlijk voorstander van het feit dat de wagens uitstootarm zouden zijn. En ik ben wel een tegenstander van in iedere gemeente... Ik ben voorstander. Welke concrete regels ga je toepassen? Ja, hoe ga je dat overbrengen als mentaliteitswijziging naar de burger? Ja, de mentaliteitswijziging aan de burger... Ga je aan elke burger zeggen, koop een hybride wagen, je krijgt een subsidie? Ja. Zo zou het moeten doen. Als je als overheid geen aansporingen geeft, dan zal het gewoon niet lukken. Maar zou je zover gaan, er is nu een Van Hoolbus, volledig op waterstof. Zou je zover gaan als je in de regering zit van, of in de coalitie, alle bussen? Maar absoluut. Wanneer ik zelf, 's morgens vroeg naar een vergadering moet gaan met het openbaar vervoer, en ik kom aan in een provinciestad, ik mag het nu geen noemen, het is in Oost-Vlaanderen of het is in Antwerpen. Dan stel ik mijzelf de vraag, wanneer ik de bussen zie vertrekken, potverdorie, wat is de impact op die gigantische stroom uit dat gas? De overheid speelt een rol, maar het zal een niet-ideologisch discours zijn. Ofwel zullen we het doen, ofwel zullen we het niet doen. En het zal niet zijn dat... Je moet het doen, je kunt niet zeggen... Het zal niet zijn dat diegenen die alleen opteren voor windmolens, dat alleen de goede zijn. En dat diegenen die zeggen, zouden toch eens niet denken aan het opbouwen van onze kerncentrales, waar er geen uitstoot is, dat alleen de slechte zijn. Maar de volgende regering zal belangrijke... Heel belangrijke beslissingen moeten nemen. En misschien dat de post van klimaatminister nog wel iets interessants is. Voor jou. Dat zou eens zien. Zou misschien eens interessant kunnen zijn. Voilà. We gaan afronden. Waarom moet ik... Krijg ik nog een nummer? Nee. Waarom moet ik voor u stemmen? Wel, voor de partij, je stemt voor de ChristenDemocraten in kartel met de N-VA, omdat wij een beleid voorstaan dat beter bestuur voor Vlaanderen wil, dat rekening houdt met de noden van de mensen en de toekomst voorbereidt en ervan uitgaat dat je niet alleen in Vlaanderen leeft, maar in de hele wereld. En dat er moed moet zijn om beslissingen aan te kondigen. Ja, dat is heel mooi geformuleerd. Beter kon ik het niet zeggen. Nog een laatste vraagje, de N-VA. Moeilijk, hè? Wat vindt u ervan van de tactiek van N-VA om, vooral voor de regeringsgesprekken of de coalitiegesprekken aan te vatten, dat zij een beetje lacherig doen over die roepen, de verkeersplakaten met het strikje. Is dat niet moeilijk om later te praten met andere partijen? De huidige eerste minister zei 2 maanden... voor de verkiezingen van 1999, dat tobak kraste als een oude 78 toerenkaar plaat en langs beide kanten. Ja, maar dat is humor. Nee, dat is humor. Tobak, dat is een one-liner. Dat is een one-liner. Tobak vond niet dat het echt humor was. Maar dat is iets anders dan vader volplanten met verkeers. En 2 maanden later zat hij ermee aan tafel. Ja, maar dat is totaal iets anders. Ja, maar de Franstalige, onderschrijf je de mijn mening? Dat is totaal iets anders dan verkeersplakaten overal planten met een strikje. Maar het FDF... Beware of the Rupo. Het FDF liet 20 vierkante meters in Brussel aanplakken, waarop stond Brussel-Vlaams, in gotisch geschrift, in bezettingsdrukwerk geschreven, sans jamais. En 3 maanden nadien zaten ze met de Vlaamse partijen aan een regeringstafel. Dus dat is het spel. Dat moet kunnen. Dat is eenmaal het spel. En de Franstaligen hebben selectieve verontwaardiging. De PS heeft een partij in hun partijstructuur, meneer Appart, voorzitter van het Waals parlement, die eigenlijk een rattachist is, die het einde van België wil. En de MR van Didier Reinders en Louis Michel heeft de grootste independentist, meneer Minguin, die eigenlijk onafhankelijkheid van Brussel wil uitroepen, tot lijsttrekker 1 Brussel gemaakt. Ja.
That's part of the game, zo wordt het spel gespeeld. Ja, laatste vraag, dus ik analyseer en concludeer uit ons gesprek. Volgende regering, paars-groen. Ze gaan door. Het is niet van doen, maar ze doen het misschien voor de poen. Dus Verhofstadt 3? Dat weet ik niet, maar in elk geval de kans van een paars-groen kabinet is groot. En indien de Vlamingen dat niet willen, dan hebben ze een goed alternatief, dan moeten ze voor de CD&V en VA stemmen. Maar zou je graag in de regering zitten? Natuurlijk wel. Nee, ik sta niet iedere morgen op. Je bent de grote favoriet. De CD&V is de grote favoriet. Jullie moeten nu. Maar wij, het is zoals Tom Boonen, die moeten winnen. Maar wij zijn geen partij, wij zijn geen zweeppartij. Wij zijn geen geboren oppositiepartij. Het is goed dat een partij die aan de macht is op regelmatige tijdstippen in de oppositie komt. En dat is gebeurd. Ik was een grote voorstander van die oppositie. Als de kiezer zegt, het is genoeg, ça suffit, anderen moeten het doen. En de ChristenDemocraten moeten daar een rol in spelen, zal ik mijn rol in spelen. Maar dat is het eigenlijk. Nog meer. Wij lopen echt niet te hijgen. Echt niet. Je zou toch graag deelnemen aan de macht. Wij willen onze verantwoordelijkheid opnemen als de kiezer daarover beslist. En dat is het. En deelnemen aan de macht. Als die kiezer dat nog 4 jaar uitstelt, ja, dan is dat zo. Liever met blauw of liever met rood? Moest je kiezen? ChristenDemocraten en blauwen hebben geen meerderheid. Dus of je dat nu graag Louis hebt, Michel kan misschien het grote verschil maken in Wallonië? Dat zou ik nog wel eens willen zien. Ik denk dat de peiling van vorige week een mooi staaltje van manipulatie was. Ja, en groen erbij dan? Dan halen jullie nipt. Met de groenen erbij. Ja. Maar de groenen, is een heel mooi kleurenpalet. Maar de groenen... Is misschien zeer ongezond. De groenen in de voorbije regeringsverantwoordelijkheid... In de Vlaamse en de federale regering, wanneer je zegt de groenen komen opnieuw in de regering, dat veroorzaakt nog zo een siddering. Ja, is het no way? Een koude rilling no op way de rug. Van no de... way, Vera Dua, no way. Ik denk dat het belangrijk is dat de oppositie ook een aantal vertegenwoordigers heeft. En wat mij betreft mogen de groenen echt nog een tijdje in de oppositie zitten. Dus jullie regeren niet nooit met de groenen? Ik zie niet in wat onze overslag met de groenen kan zijn. Ja, een meerderheid halen? Nou, er moet meer zijn dan dat. En vraag het aan land- en tuinbouwers, vraag het aan mensen met vergunningen, vraag het aan hulpverleners in de drugsector. Het groene beleid is een nefast beleid, tenzij voor de wapenleveraars in Wallonië, want de minimis zijn aan Nepal geleverd. Misschien dat de wapenfabrikanten er nog voorstander voor zijn, dat de groenen in de regering komen, maar wij in elk geval niet. Stel dat de dekker zijn 8% haalt, doen jullie iets met de dekker of no way? De kiezer moet eerst iets met de dekker doen. Stel dat de dekker 8% heeft. En jullie hebben dat nodig voor een meerderheidje te vormen. Nee. No way? Nee. Het was je grote vriend bij de N-VA. U was op de hoogte van zijn stemmenkanoncapaciteiten. Nee. Ik ken Jean-Marie de Dekker goed. Maar lijst de dekker no way in een soort coalitie? Zou te bond zijn. Ik ken niemand bij ons van de ongeveer 2000 congresgangers die er zijn... wanneer er een goedkeuring moet gegeven worden, eventueel aan een regeerprogramma, om met de lijstendekker in een coalitie te stappen. Maar de spelers, het zijn weinig spelers, hè? Groen nee, de dekker nee, de liberalen... Ja, maar de kiezer zal de kaarten schudden, hè? Normaal gezien heb je... Dat is flauwekul, hè? Nee, maar jullie gaan kiezen, het moet ook klikken tussen jullie. Ja, maar hè? Het zijn wel federale verkiezingen, hè? Dus wij zijn niet bezig met Vlaamse verkiezingen. Nee. Het zijn verkiezingen waarop... je de resultaten van de twee partijen die... Want de verwantschap tussen van ons en de ChristenDemocraten in Franstalig België, dat is die van een zebra en een paard. Van ver zie je dat er wel een gemeenschap is. Dat is nog een beetje familie, hè? Toch? Maar laat ons zeggen, het is toch verre familie. Ja. Over de staatshervorming komen we niet overeen. De problematiek van binnenlandse veiligheid met betrekking tot illegalen en regularisatie komen we niet overeen. Justitie een beetje, buitenlands beleid. De Franstalige ChristenDemocraten axeren zich meer op Parijs. Er zijn weinig overeenstemmingen. We zullen het zien. Hou je hart vast, laatste vraag. Regeringsbesprekingen, het wordt een soap. Het wordt lang een moeilijk. Een soap eindigt altijd goed, anders is het geen soap. En ik denk dat het niet uitgesloten is dat heel lange gesprekken eigenlijk niet tot een einde leiden, want... In de voorbije 4 jaar zijn die twee gemeenschappen en vele partijen zo ver uit elkaar gedreven dat het echt bijzonder moeilijke onderhandelingen zullen worden, wie er ook mogen inzitten. Het is tijd om eens samen te bivakeren in een mooi hotel ergens in de Ardennen. Poupehan was een chalet. Nadat ik Bert Anceau heb gezien,
op een of andere overlevingstocht, denk ik dat... Celebrity Shock bedoelt u? Ja, de schoenmakers beter bij hun leest blijven. Had u ooit meegedaan aan Celebrity Shock? Nee. Een lavament is nooit veraf. Daar bestaan ook natuurlijke middelen voor uit de keuken van onze grootmoeder. Te beginnen met opgelegde pruimen en zoethout, wat altijd zeer goed was. Om... Ik wist dat er humor in u zat. Succes en leven de... CD&V. Voilà. Dit was Kies 2007. Morgen zijn we terug met een even gek figuur en medogeloos sereen figuur als Pieter de Krem. Tot morgen. Dank u wel.